Goedenavond, lieve mensen. Hartelijk welkom op deze avond. Een avond met lachen en met tranen. Tranen hier voor onze prins Niek met zijn kabinet die helaas vanavond afscheid gaat nemen. Maar straks ook weer tranen van vreugde van de nieuwe prins die wij vandaag hier gaan presenteren. Voordat we het programma gaan beginnen, traditiegetrouw, gaan we natuurlijk altijd het Ubbergs volkslied zingen. En deze keer hebben wij iets heel speciaals voor jullie. Marieke met het koor van de basisschool komt dit voor jullie te horen brengen. Dus een heel hard applaus voor de kinderen van het koor van de Biezenkamp met Marieke. Ja, dames en heren, als dat niet prachtig was, het is heel knap wat jullie hier allemaal gedaan hebben, want jullie hebben de hele zaal stilgekregen. Dat is nog niet eerder voorgekomen, zo in het begin van het programma. En ik denk zeker dat jullie zo mee kunnen doen met Hollands Got Talent. Het is een finale waardig, denk ik, of niet, mensen? Uiteraard hebben de kinderen dit gezongen onder leiding van Marieke van Ruitenbeek en Chantal, Nicole, sorry, de zus, hier naast mij op de saxofoon. Dankjewel. Nou, nogmaals een applaus voor deze kinderen. Tot nu zijn we op dit moment even prinsloos en uiteraard gaan we straks weer een nieuwe prins krijgen. Thank you.
inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue car. And everything is blue for him and his stuff and everybody around, cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been beat up and Hexagato, jullie nieuwe prins, Bart van de Bos! Nogmaals, Beek, jullie nieuwe prins. Van de Bos! Blue is the color, I'm out that I went up. Blue out the streets and all the trees are blue. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, I'm the deer, de nieuwe prins. Mag ik Paul de Wijs onze voorzitter vragen om naar voren te komen, zodat we deze man kunnen gaan aankleden, want hij staat nog een beetje kaal erbij. Jongen. Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. Ah, geweldig. Twee voorzitters die staan hiervoor. Bart, ik had het niet gedacht, maar ik had het kunnen weten. Een echte Beekse vandaal, van de Maten. Ze zijn allemaal aanwezig, terwijl ze het niet wisten. Maten, een maat van jullie is Prins Carnaval geworden. Maar nu even serieus. Zo, dat was het. Wie heb je als pages bedacht? Dat zijn Sylvie Steenhouder en Marieke van Ruitenbeek. Wauw, Sylvie en Marieke, kom naar voren. En dan vraag 2. Wie zijn jouw adjudanten? Mijn adjudant zijn mijn adjudanten levens Huub van der Bos en Dandy Teunissen. Nou. Wat een vreugde. En wat een verrassingen. En dan rest mij nog 1 vraag. Aan Prins Bart, onder welke naam ga jij de heksenketel bestieren? Dat is Prins Bart de Blauwe. Ja, dat wisten we natuurlijk al. Meneer de president, aan u het woord. Ja Bart, iedereen ziet nu met wie jij dit feest gaat vieren aankomend jaar. Maar er ontbreekt nog 1 iemand die uiteraard hierbij moet zijn. We hebben al heel snel de zomerdag juist gezien. Dat is jouw vriendin Eva. Graag ook naar voren. En dan is het nu natuurlijk allemaal nog een beetje kaal zo. Je mist nog het een en ander. En om daartoe te komen dat je zometeen mooi aangekleed eruit ziet, wil ik even een aantal mensen naar voren vragen om daarbij te helpen. Dat is ten eerste jouw moeder, uiteraard. En de koning en koningin van de schutterij. Ja, dan gaan we je nou aankleden. En we beginnen met de ambtsketting. En dan wil ik jouw moeder vragen om jou die ambtsketting om te hangen. Ja, en dan hebben we nog zo'n ding wat erbij hoort. De ene prins vindt hem geweldig, de andere, die wordt er niet goed van. Maar hij hoort erbij, want daarmee kun je regeren over de heksenketel. En mag ik het koningspaar verzoeken om deze aan de prins te overhandigen, zodat hij over de heksenketel kan gaan regeren.
En dan Bart, het laatste. De steek met de mooie veren. Voorzitter, aan u de eer om deze op zijn hoofd te zetten. Ja. En daar staat hij dan. Een volgenaard. Prins Bart de Blauwe. Dan gaan we nu over, wat ik al aankondigde, tot het voorlezen van de proclamatie. Dan gaan we allemaal horen hoe Bart erover denkt en wat hij van plan is voor het komend jaar. Mag ik de adjudanten verzoeken? Dames en heren, proclamatie. Wij... Prins Bart de Blauwe, bij gratie van de cavalieren, geboren in de heerlijkheid, zoon van Hubert de Eerste en Marie-José, samenwonend met Eva, voorzitter van de Harmonie KNA en doorgaans verkleed als wethandhaver, proclameren. 1. Dat vandaag 11-11 de perfecte datum is om een carnavalseizoen te beginnen. Dat Dwelkapel Knaaghalm dit jaar bevorderd wordt tot Hofkapel. Dat de trend wordt voortgezet en dat er dus de komende jaren nog meer senatoren toegevoegd zullen worden aan de Senaat der Cavalieren. Dat de zaalcommissie, de leukste commissie van de vereniging, by the way, de tent weer op het top zal gereed maken voor onze pronkzitting. Dat daarbij Martijn het dak van Sue extra goed vastmaakt, zodat er de komende maanden niet wordt afgeblazen. Dat het nieuwe activiteitenbord aan de ingangen van ons dorp Beek zal laten bruisen. Ja, voor de meesten is dit nog niet bekend, maar over een paar weken weet je waar dit op slaat. Dat iedereen, dat is nummer 7 trouwens, dat iedereen geweldig hard carnaval viert in zijn of haar outfit, maar de volgende morgen niemand achter de tralies aan het water en brood zit. Ook leuk, nummer 8, dat iedereen versierd naar het kerstconcert van de KNA mag komen. Nummer 9, dat er in Beek toch gekeken moet worden naar de bouw van nieuwe woningen, zodat de komende generaties ook in Beek kunnen blijven wonen. Dat nummer 10, dat mijn vader, onze vader, zal meekijken van boven en dat hij daar met alle liefhebbers ook het feest der feesten zal meevieren. Dat het uniform, nummer 11, dat is de belangrijkste. Dat het uniform wordt ingewisseld voor dit prinsenpak. En dat ik vanaf nu door het leven ga als prins Bart de Blauwe. Onder het motto, met carnaval is Beek de gekste! Ja Bart, en nu zul je waarschijnlijk staan te popelen om het feestgedruis in te gaan. Maar je hebt netjes eventjes je proclamatie voorgelezen. Je bent goed gebekt, zoals ze dat noemen. Dat weten we al als voorzitter van de KNA. En zeer waarschijnlijk zul je nog wel wat extra's tegen de heksenketel willen zeggen. Dus bij deze jouw eerste woorden voordat we lekker de zaal in gaan. Ja, dit was niet afgesproken. Dames en heren, jongens en meisjes. Zo begin ik altijd een speech. Geweldig dat ik hier mag staan als prins de heksenketel. Het is voor mij geweldig om hier te staan met mijn moeder, mijn broer, maar ook met mijn vrienden en met de KNA. En we gaan er dit jaar een geweldig carnaval van maken, samen met de cavalieren. Dankjewel alvast. Nou, zoals al aangekondigd,
Nu gaan we lekker een feestje bouwen met z'n allen hier. We gaan het dak eraf schoppen hier. Mag ik dan graag een leuk muziekje dat Bart zijn lieve vriendin, zijn moeder en zijn hele kabinet mee kan nemen om met z'n allen met jullie een mooi feestje hiervan te maken. Veel plezier nog vanavond. Dan zie je morgen.